Ex-zwemschoolhouder Benno Larue stond vanmorgen weer voor de rechter voor het misbruiken van 57 gehandicapte kinderen. En dit keer werd er 10 jaar cel zonder TBS geëist. En dat is opmerkelijk, want juist die TBS was dé reden voor justitie om in hoger beroep te gaan. En in Den Bosch is Paul van Asserdonk die de zaak volgt. Paul, hoe zit dat nou met die TBS? Ja, bij een eerdere rechtszaak is er psychologisch onderzoek gedaan naar Benno Larue. En deskundigen hebben zich daarover gebogen. En de uitkomst van dat onderzoek was dat er geen recidieve gevaar was. Dat hij niet meer aan meisjes zou zitten als hij vrij zou komen. En justitie die zegt van ja, dat zou wel eens niet kunnen kloppen. Dus die hebben een nieuw onderzoek gevraagd. En dat was de inzet van dit hoger beroep, het nieuwe onderzoek. Maar daaruit is gebleken dat zowel psychiater als psycholoog, twee nieuwe mensen, opnieuw naar die zaak gekeken hebben en gezegd hebben, nee, inderdaad, er is geen gevaar op herhaling later als Benno Larue vrij gaat komen. En dat betekent dat er niet eens TBS opgelegd mag worden. En dat betekent dat justitie dus achter het net vist. Maar dan zal justitie wel ontzettend balen volgens mij. Ja, het is eigenlijk gewoon een nederlaag, want ook richting ouders hadden ze eigenlijk beloofd van daar zetten we hoog op in. En de ouders die vandaag massaal aanwezig waren in die rechtszaal, die baalden ook als een stekker en dat lieten de advocaat-generaal ook weten van wat is dit nou? Die man die komt over een paar jaar gewoon weer vrij. En daar zijn ze erg boos over, inderdaad. En voor justitie is het een regelrechte nederlaag. Ja, justitie kan dus geen TBS eisen, maar eist nu wel 10 jaar cel. Is dat dan daarom ook de reden dat ze 10 jaar eisen? Ja, dat is de maximumstraf die Benno Larue zou kunnen krijgen als we het hebben over gevangenisstraf. Van tevoren eerder heeft de rechtbank 7 jaar opgelegd en ze hopen dat dat nu 10 jaar gaat worden. Want, zo zegt de officier van justitie, al die misdrijven die hij gepleegd heeft en het feit dat daar zo'n woede over is, daar moet toch een maximumstraf op staan. En hij verwoordde dat op deze manier. Wat moet je in Nederland doen om de maximale straf opgelegd te krijgen? En mijn antwoord op deze vragen is nu. In deze zaak, bij deze verdachte, vanwege het grote aantal slachtoffers, het jarenlange misbruik, de berekende wijze waarop hij verdachte zijn slachtoffertjes koos, de kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van zijn slachtoffertjes, het vele leed dat is toegebracht en de schok in de samenleving. De zaak is vanmiddag nog bezig. Wat kunnen we nog verwachten? Nou, zijn advocaat van Benno Larue, Van der Kruis, die zal nog ongeveer 1,5 uur spreken vanmiddag na de lunch en hem verdedigen. Daarna is de rechtszaak voor vandaag afgelopen en zal er over 2 weken uitspraak worden gedaan. En dan weten we of Benno Larue inderdaad die 10 jaar gaat krijgen of dat de straf lager uit gaat vallen. Paul van Asserdonk vanuit Den Bosch, bedankt voor je toelichting.